Like deze video sneller dan dat ik 3 keer op en neer spring voor extra geluk in je leven. Het is een bijna onmogelijke like challenge, maar hey, extra geluk. 1, 2, 3. Er gaan sinds kort heel veel verhalen over dit boek wat in de Adopt Me dieren kledingwinkel ligt. Namelijk dat in dit boek er alleen maar toekomstige plannen staan geschreven van wat er in Adopt Me gaat gebeuren. Dit is het boek van de Adopt Me maker. De maker van het spel. Tenminste, dat is welke geruchten er op het internet gaan. Dus als ik dit boek zou kunnen openen, zou ik misschien wel kunnen lezen welke nieuwe Adopt Me pets er in dit spel toegevoegd gaan worden. Oh, dat zou amazing zijn. Maar eerst ga ik een challenge starten. Dit is misschien wel de meest ridicule, meest achterlijke, meest idiote challenge die iemand kan bedenken. Het zit namelijk zo. Dit is de Adopt Me troon. En de Adopt Me troon, daar is altijd een kledingstuk op aanwezig die je kan kopen voor jouw pets. En het interessante aan deze kledingstukken is dat ze er maar voor een gelimiteerde tijd zijn. Nu zijn ze er, zometeen zijn ze misschien weg. En dan kan je ze dus niet meer krijgen. Ik ga de allergoedkoopste, dus de pet die zo goed als gratis is in Adopt Me, erbij pakken. Dat is het hondje. En ik ga voor dit hondje, hou je vast, 650 Robux uitgeven. Bye now! Ah! En met die 650 Robux ga ik de allerduurste kleding kopen in heel Adopt Me. Namelijk de Black High Tops. Oké, dit is echt bizar. Het zijn gewoon schoenen. Maar ze staan op de troon. En het is het zeldzaamste wat er is. Oh, dit gaat zoveel pijn doen. Echt, mensen gaan echt denken dat ik idioot ben. Bye now! You are kidding me! Oh gosh! Oké. Dus wat ik nu heb gedaan, is ik heb 2 super schattige schoentjes bij me. En het is dus de bedoeling dat ik die schoentjes aan mijn hondje geef. En dat heb ik op dit moment gedaan. Oh gosh, ik weet echt niet waarom. Het grappige is, zeg maar, deze roze schoentjes, die kosten misschien $150. En deze, die kosten dus $1,500. Dat is 10 keer zo duur. Ik weet niet waarom, maar ik flex. En dat is waar het om gaat. Oh gosh, ik schaam me hier eigenlijk wel een beetje voor. Ja, het leek mij leuk om deze challenge te doen. Ik wil met deze jonge man ruilen. En hij wil het ook. Ik, weet je wat, ik geef jou, een ei. Oké, weet je wat, als jij mij een ei geeft, dan geef ik jou een bandicoot. Dat is op zich eerlijk, right? Want een bandicoot, die kan ook uit dat ei komen. Dus ik vind dat een redelijke ruil. Maar dit is zo bizar. Ik heb nog nooit zoveel... Hij wil ruilen. Oh, dat is echt super cool. Oké. Ik heb nog nooit zo ongelooflijk veel muntjes uitgegeven aan zoiets sufs. Het is alsof je naar de bakker gaat en je geeft €5 uit voor een stokbrood. Het is... Oh. Jij hebt een schildpad. Een schildpad is nog steeds de pet die ik het allerliefste wil hebben van allemaal. Ik denk niet dat dit meisje met mij wilt ruilen. Maar als ze het wel zou willen, ik ben echt bereid om een bizar... Oh, zij kijkt zo schattig. Ik wil met jou ruilen. Ik wil met jou ruilen, maar wil jij ook met mij ruilen? Ik denk het niet. Nou, in dat geval ga ik naar mijn eieren. Waar kan ik dat vinden? Waar staan mijn eieren? Oh, dat is natuurlijk bij pets. En ik ga kijken wat er in dit ei zit, wat ik zojuist met iemand heb geruild. Wat zit er in? 3, 2, 1. Oh, het is een sneeuwkat. Dat is zo cute. Oké, ik moet zeggen, ik ben op zich tevreden. Maar het kan beter. Nou, er zijn een aantal dingen die ik wil doen. Maar ik ben aan het twijfelen. Wat? Ik wil sowieso nog steeds de gouden pinguïn. De allerzeldzaamste van allemaal. Maar het ding is, de gouden pinguïn is ongelooflijk lastig te krijgen. De kans dat je de gouden pinguïn krijgt is gewoon heel erg klein. He, zeg maar, de bedoeling is, je gooit een goudvis op de grond. Meerdere pinguïns komen daarop af. En je moet hopen dat je de gouden treft. Wat is dat? Oh, iemand wil met mij ruilen. De turtle! Oh, die wil ik zo graag. Die wil ik zo graag. Oké, wacht. Ik geef je... Oh, ze heeft hem weggedaan. Oké. Ik wou op zich deze wel geven. De Legendary Kitsune. Dat is echt een hele zeldzame. Maar meer van... Voor een Legendary Eye. Nee, dat ga ik niet doen. Dat is geen eerlijke ruil. Oké, daarvoor wil ik je op zich de panda wel geven. Voor een Legendary Eye. Is dat een eerlijke ruil? Maar ik vind de panda eigenlijk ook wel heel erg leuk. Ik twijfel. Gaat zij doen?
De panda voor een legendary? Nee, nee, nee. Dat is niet de bedoeling. Dat gaan we nu doen. Ik wil je een bever geven. Ik wil je een bever geven voor het le- Nee. Toen dacht ze, toedeloe. Nee, ik ga geen pets wegdoen die ik echt super amazing vind. En zo, ik wil zo graag de gouden pinguïn. Er is er maar één. Letterlijk, ik zie hem nu. Ah, daar is hij. De gouden pinguïn. Oh gosh, ja, ik heb nog nooit... Hoe groot is de kans op een gouden pinguïn? Staat dat ook ergens bij? Oh, kijk, maar ik wil... Ja, zij gaat met mij mee, maar ik wil zo graag... Ja, ik wil zo graag jouw schildpad. Ik wil... Oké, wacht, ze wil met mij ruilen. Anders geef ik jou ook een pet waar ik op kan rijden. Dan geef ik jou de buffalo. Dat wil ze niet. Ik wil jouw schildpad. Ze wil dat ei aan mij geven. Oké, wacht, een ei. Oké, wacht, dan heb ik een idee. Dan geef ik jou deze legendary stok van het aapje. Het aapje is niet meer in het spel te verkrijgen, dus op zich, ja, het is... Oeh, een aapje. Een aapje voor een stok. Is dat een goede ruil? Op zich, ik vind het aapje wel echt super cool. Like, ik heb er al een aantal, maar ik kan... Oké, weet je wat? Een aapje voor een stok. Ik doe het gewoon. Ja, nee, is een prima ruil. Ik weet dat de stok legendary is, maar ik vind een aapje heel erg leuk. Ik ga hier een goudvis kopen en ik hoop dat het mij de gouden pinguïn gaat geven. Let's go! Oké, ik heb hem gegooid. De pinguïns gaan erop af. Alsjeblieft de gouden. Alsjeblieft de gouden. Alsjeblieft de gouden. Alsjeblieft de gouden. Come on, come on, come on, come on. Come on! Oh, het is niet de gouden. Oké, wacht. Ik heb nu dus wel een normale pinguïn gekregen. Misschien wil dit meisje de normale pinguïn van mij hebben. Ik bedoel, dat zou op zich kunnen. Hier, ik heb net de normale pinguïn en ik wil... Serieus? Ze wil mij de stok geven die ik haar net heb gegeven voor mijn pinguïn. Die wil ik niet. Dat ga ik niet doen. Waarom zou ik dat doen? Ik heb de stok net toch weggegeven. Oké, een ander meisje wil met mij ruilen. Oh, dat kan niet, omdat ik al met iemand aan het ruilen ben. Ik weet niet wat ik doe. Ik ruil met iedereen. En ik weet eigenlijk niet eens wat ik wil. Wacht, heb ik met jou dus al geruild? Het lijkt alsof iedereen met mij wil ruilen, maar ik weet niet wat een goede ruil is. Oké, ik wil op zich wel een pinguïn aan jou geven. Maar de vraag is min of meer, wat krijg ik er voor... Oeh. Oké, dat wil ik op zich wel. Dat vind ik een goede ruil. Die vind ik super cute. En hij is volledig gegroeid. Oké, ik denk niet dat ze dat gaat doen, maar ik kan het proberen. Dat is zo naar. Als iemand op het allerlaatste moment zijn ruil intrekt. Dat is zo naar. Wilt ze überhaupt iets ruilen? Ik denk het niet, hè. Nee, waarschijnlijk gaat ze gewoon op accept drukken, omdat ze deze zo wilt hebben. Het is zo druk hier. Wil jij met mij ruilen? Oké, weet je wat? Ik ga... Oké, iemand wil met mij ruilen. Ik wil jou mijn pinguïn geven. Ja, ik wil deze ruil super graag maken, maar doe jij het? Dat is de vraag. Ik ga het nog één keer proberen. Als ze het nu doet, dan ben ik heel blij. En weet je wat? Dan geef ik deze weg. Dus like en abonneer als je daar kans op wilt maken. Ik wil het best doen. Ja! Ja! Oh, daar ben ik zo blij mee! Oké, het aapje. Oké, weet je, het aapje voor een ei. Is dat eerlijk? Het aapje voor een ei? Op zich, het ei is... Nee, dat is niet eerlijk. Wil je me iets anders geven? Het aapje voor een stok. Serieus. Is dat nou niet net de rel die ik eigenlijk al heb gemaakt? Ze wil hem terug. Wilt ze hem terugruilen? Als ze hem wil terugruilen, mag dat. Ik vind het anders flauw. Misschien wil ze... Ze wil hem terug. Oké, prima. Geen probleem. Oh gosh. En weer iemand... Dit is echt een rel aflevering. Oké, ik geef jou een sneeuwkat. Wat heb jij te bieden voor een sneeuwkat die ik vandaag nog uit het ei heb gehaald? Ik ben zo benieuwd. Maar ik ben wel even serieus. Ik ben wel super, super blij... iedereen wil ruilen. Ik ben super blij met dit. Met mijn sloth. Ik ben daar echt super blij mee. Oké, wacht even. Wat wil deze persoon met mij ruilen? Ik geef jou... Even kijken. Ja, wat zal ik jou geven? Een aapje? Is dat een goede? Ik heb nog redelijk wat aapjes. Ik wil alleen niet een aapje geven die al helemaal speciaal eruit ziet. Oké, ik heb eigenlijk alleen maar aapjes die speciaal eruit zien. Oeh, dat ziet er gaaf uit. Oké, wacht. Daar wil ik jou wel een pinguïn voor geven. Ik weet niet of dat een verstandige keuze is, maar ik wil je daar op zich wel... Nee, dat is geen verstandige keuze, hè? Laat maar. Ik ben klaar met ruilen. Maar wauw, kijk dan. Ik heb gewoon... Nee, ik wil niet meer ruilen. Laat maar met rust. Oké, weet je wat ik ga doen? Gewoon nog één keer om het af te leren. Ik ga nog één keer een gouden goudvis. Een gouden goudvis? Ja, het is wel een gouden goudvis. Ik ga hem nog één keer gooien. Omdat ik zo ongelooflijk benieuwd ben of ik het misschien toch voor elkaar ga krijgen... om op die manier de gouden pinguïn te krijgen. Let's go! Come on! De gouden. Als ik geen gouden krijg, geef ik de pinguïn weg. Dus wil je daar nu al kans op maken? Like, abonneer, spam in de comments. Ik wil hem. Welke krijg ik? Oh, het is niet de gouden. Het is niet de gouden. Nou, wil je een pinguïn winnen? Dan weet je wat je moet doen. Ik ben wel blij met Cookie. Het is echt zo'n cutie. Cookie is zo ongelooflijk cute. Ik ben er echt heel blij mee. Ik had sowieso niet verwacht dat ik die zou krijgen. Dus dat is nice. Ik weet... Oh, wat is dit? Is dit een onzichtbare auto? Wat? Dat is zo bizar. Het is, en wat is dat daar? Ik heb dat nog nooit eerder gezien. Ik denk dat er nieuwe voertuigen zijn. Ik zie letterlijk voertuigen die ik gewoon simpelweg niet ken. Hier is er ook één. Wat is dit?
Dat is zo geniaal. Ik kan er alleen niet op zitten. Oké, iemand wil weer ruilen. Nou, nog één rel om het mee af te leren. Sommige mensen willen ruilen, maar die zijn niet bereid om zelf iets te... Oh, een ei. Oké, wacht, een ei. Dan wil ik jou wel een... Dan wil ik jou wel een hondje geven. Een hondje voor een ei. Op zich, dit hondje is al zeldzamer dan het ei. Dus ik zou zeggen, waarom niet? Waarschijnlijk komt er uit het ei niets goeds. Dus meer van, ik vind het een decent rel. De vraag is meer of hij het ook een decent rel vindt. Ja, hij wil hem met mij ruilen. Nou, dan kan ik in ieder geval nog een ei openen. Om hem... Er zijn zoveel mensen hier. Oké, wacht. Het ei. Het ei is hier. En ik ga hem openen. 3, 2, 1. Wat zit erin? Het is... Oeh! Oh! Oh, dat is geen zeldzaam. Ik dacht het zeldzaam was. Ik heb deze nog niet. Super nice. Tot de volgende keer. En adios.